76. Lisanne Zoutendijk heeft tijdens de hippiade de wedstrijd in de klasse Z2 categorie DE op haar naam geschreven. De kersverse kampioene is erg blij met haar overwinning. Aan de ene kant had ik het al gewoon goed voor getraind en zo, maar ja, het moet toch maar gebeuren in de ring. Dus ja, ik ben echt wel heel blij dat het dan gelukt is. Was je zenuwachtig? Nou, op zich viel dat wel mee. Meestal wel een beetje, maar nu eigenlijk niet zo heel erg. Hoe belangrijk is dit kampioenschap voor jou? Nou, het is wel, ja, Europees is natuurlijk wel belangrijker, maar dit is toch, ja, ik weet niet, toch wel een bepaalde soort spanning. En ja, gewoon heel leuk om mee te rijden natuurlijk. Nou, heb jij eerder natuurlijk goed gepresteerd in de selectiewedstrijden. Had je durven dromen dat je vandaag zou gaan winnen? Nou, nee, want we hebben natuurlijk ook nog Febe en ja, het kan natuurlijk altijd fout gaan. En dan, ja, dan is het natuurlijk ook gewoon, ja, de beste die wint. En dan, ja. Hoe lang rijd je eigenlijk al dressuur? Sinds dat ik 5 was, 6, zoiets. Ik ben nu 15, dus 10 jaar. En waarom heb je toen eigenlijk niet gekozen voor springen of voltige? Ja, ik heb wel gesprongen, maar niet, ja, dressuur lag me toch wel beter. Vond je ook leuker of ben je er beter in? Nee, ik ben er wel beter in. Ja. Maar allebei even leuk? Ja, dat wel. Wat hoop je nog te bereiken? Ja, volgend jaar hopelijk weer naar de Europese en dan hopelijk weer medailles. Nou, wie weet zien we jou over een jaar of 10 wel terug in de top. Ja, ik hoop het. Laat ons nog 1 keer genieten hier in Ermelo van jezelf en van die fantastische ponies.